Nurses a Voice to Lead, Health for All. Dat is het thema voor de viering van de Dag der Verpleging 2019. Het Elsje Vink Sanigar College COVAP heeft vanmorgen deze dag samen met haar studenten gevierd met een lezing over het thema. De Dag der Verpleging wordt wereldwijd op 12 mei gevierd en staat in het teken van verbetering van de kwaliteit van zorg en versterking van de beroepstrots. Volgens Angela Warrelei Kambung Sila, directeur van COVAP, is de Dag der Verpleging een speciale dag. Het is namelijk de ene dag in het jaar waarop de schijnwerpers zijn gericht op ons als verpleegkundigen en verzorgenden. Binnen het beroep zeggen wij cijferen onszelf weg. Hè? De patiënt staat centraal, is belangrijk. Maar dit is nog net die ene dag waar die schijnwerpers op ons zijn gericht. Wij als verpleging en verzorging, wij redden levens, wij helpen mensen, we helpen genezen. We doen zoveel en het is dus ook goed om die ene dag in het jaar dat ook de hele gemeenschap zich realiseert. En wanneer ik praat over gemeenschap heb ik het van beleidsmaker tot die kleine man of vrouw, dat zij zich die ene dag in het jaar wel realiseren wat wij bijdragen aan hun gezondheid, maar aan het heel gezondheidszorgsysteem. Aldus Angeli Walele Kumbang Sila, directeur COVAP. Volgens Albi Popken, verpleegkundig specialist palliatieve zorg, is het voor verpleegkundigen een van de prachtigste dagen van het jaar. We hebben een beroep dat bijna nooit in de schijnwerper staat, zegt Popken. Voor Manisha Kewaldaar, eerstejaarsstudent verpleegkunde, is de Dag der Verpleging één om stil te staan bij wat deze functie inhoudt. Vandaag kunnen we ons laten zien. En ik denk dat we als verpleegkundigen en verzorgenden veel meer die kant op moeten. Dat we ons moeten laten zien. Laten zien wat we kunnen, laten zien wat we doen. Ik heb in mijn lezing net ook gezegd, we moeten ons profileren. We zijn verpleegkundigen, we zijn de situatie ontgroeid van baden, van verzorgen, in die zin basaal verzorgen en mensen naar het toilet brengen. Wij doen zoveel meer. We hebben ons in de loop der jaren ontwikkeld tot echte professionals. Niet deze dag alleen, maar elke dag bewust te zijn van wat onze functie is en wat men verwacht van ons. Maar deze dag betekent voor mij eigenlijk feesten eigenlijk. En trots op zijn waarvoor ik heb gekozen en wat ik later zal worden. Dat is dus Manisha Kewaldaar, eerstejaarsstudent verpleegkunde. En daarvoor zag je Albi Popken, verpleegkundig specialist palliatieve zorg. Ze spraken vanmorgen tijdens de herdenking van de Dag der Verpleegkundigen in de kantine van COVAP. Deze dag wordt wereldwijd op 12 mei gevierd. En het thema dit jaar is Nurses, a Voice to Lead, Health for All.